Welkom bij weer een nieuwe Minecraft video. En oeh, ik zie dat ik rood ben. Zie je dat ik rood ben? Ik ben rood. Oké. Sorry jongens voor die stip. Misschien als ik mijn microfoon een beetje meer naar achteren zet. Ja, dan hebben jullie er geen last meer van. Ik ben heel uit die grot gekomen. En ik heb 60 ijzer. 60. En ik heb ook die 6 keer rot en vlees meegenomen. Dat was dan wel weer een beetje jammer. En ik heb ook heel veel kool. Echt heel veel kool. Dus we gaan in elk geval even dat ijzer omsmelten. Ik heb ook weer heel veel eieren, zie ik. Zo. Wat heb ik nog meer? Ik heb gunpowder. Nou ja, en verder niet zo heel veel bijzonders. We gaan het even in mijn grotje brengen. Heb ik hier ook nog wat ingedaan, jongens? Ik weet het niet meer. Nee, anders had ik er wel wat in gedaan. Of had ik het al wel gevonden. Oké. Kijk. Haha. Kijk hoeveel gunpowder ik nu heb, jongens. Echt nice. Ja, dit rotte vlees er dan ook maar in. En die potjes. Even kijken. Hoppa, en die er maar ook maar bij. En dan die er maar bij. En die er maar bij. Oké. Het eerste wat ik wil doen is... Ik moet eten. Heb ik al een vreetkist? Ik heb nog niet eens een vreetkist. Oké, we gaan hout zoeken. Daar komt een ijzeren deur nog. Maar ijzeren deuren gaan niet vanzelf open. Een keer eten. Ja, ik heb eten. Oh, ik moet ook echt even wat kippetjes of zo gaan doden of iets in die richting. Want, het wordt alweer donker. In elk geval moet ik een boompje omkappen, want anders heb ik straks geen, hoe noem je dat? Zo noem je dat. Oh ja, anders heb ik... Hop. Anders dan kan ik niet... hoe noem je dat nou? Hallo. Wat hebben jullie weer veel eieren voor mij? Met eieren kan je taart maken. Dat gaan we sowieso een keer doen natuurlijk, taart maken. Oké, ik ga even wat kippen doden. Sorry. En sorry. Ja, sorry, jullie worden een beetje uit de hand, al die kippen. Echt. Het liep veel te uit de hand. Ik had er veel te veel. Oh, ik heb ook echt veel te veel eieren, joh. Zeven. Kijk hoeveel eieren ik heb dan. Niet te zuinig. Maar ik heb ook weer veren, dus... Oh ja, ik moet hout. En dan kan ik stokken maken. En dan kan ik heel veel fakkels maken. En dan kan ik nieuwe kisten maken. Ik heb er nog wel 5. Daar gaan we even wiet mee laten groeien. Dan kan ik een beetje koetjes. Oh, ik heb te weinig. Al wat. In elk geval even. Oh, wat fakkeltjes erbij. Ja. Uiteindelijk wil ik hier gewoon echt mijn base camp van maken. Door de wijde wereld. We gaan even hout zoeken. Zolang het nog niet donker is. Kinder gewoon. Oh ja, sorry trouwens dat er niet een video online is gekomen vorige week van Minecraft. Maar ik moet zoveel werken, jongens. Het is echt niet te zuinig. Denk ik eindelijk een keer een dag vrij te hebben.
word ik alweer gebeld of ik kan komen. Want ze hebben het personeel te weinig. Of er is ziekte of er is iets. Dus aankomende week. Als jullie dit zien, dan is die week alweer bijna voorbij. Maar dan moet ik dus gewoon nog weer heel veel werken. En het is kijklessen op mijn werk. Dat betekent altijd smoordruk. En overgangen doen van de kinderen en zo. Wat wel leuk hoor. Maar wel heel druk altijd. Oh. Ja, hè. Oh, hey, sheepies. Hallo, sheepies. Oh, mijn kat gaat ook tegen me praten. Die denkt, tegen wie lul jij nou? Nou, ik heb ook wat te vertellen. Ik wil bij je op schoot zitten. Wat is er, Binky? Horen jullie hem ook janken? Nee, dat denk ik niet. Want mijn microfoon is wel zo goed dat je omgevingsgeluiden worden gefilterd als het goed is. Oh, jullie zouden hem eens moeten horen. Hij kan echt janken als de beste. Echt heel erg. Maar goed, dan weet ik altijd wel dat hij er is. Nu zit ik erover te denken om nog een beetje schapen te doen. Maar dan heb ik zoveel wol. Wat moet ik met al dat wol? Ja, ik heb wel eigenlijk vlees meer nodig. En ik vind het ook zielig om mijn eigen kippies te doen. Oh, ik zie hier piggies. Ik moet ook naar varkens. Dan ben ik compleet. Ja, paarden en zo, maar... Oh. Zo. Die klonk zielig. Waar die last van heeft, I don't know. Oké, nou, ik vind het eerst wel... Ik prima, kijk, daar zijn piggies. Daar zijn piggies. Nice. Ja, hier nog een beetje. Wat is het toch? Mochten jullie je afvragen, dit is Binky. En Binky, die jankt heel erg, hè? Ga je licht janken? Nee, toch niet? Nou, dan niet. Waarschijnlijk heeft hij weer honger of zo. En hij heeft zijn eten al gehad, dus hij krijgt helemaal niks. Zo. Hier kan ik wel genoeg kisten en fakkels van maken. Ik heb ze niet allemaal goed omgekapt. Nou ja. Oké, kijk, ik plant hier wel even nieuwe. Oh baby, when the light goes out. Ik heb dat liedje steeds in mijn hoofd, jongens. Ik vind het zo'n leuk liedje. Ja, naar beneden. Oh. Kijk eens hoeveel, man. Hartstikke veel, daar kan ik vet veel kisten van maken. Nice. Nou, ik zie er trouwens ook niet uit. Echt een zwembadhoofd. Ik heb me net lekker gedoucht. En dan heb ik nooit geen zin meer naar het zwemmen om mezelf te fascineren, zeg maar. Helemaal niet meer op zaterdag. Dat is het vandaag. Het is zaterdag. Heb ik er gewoon erg geen zin in. Oh, ik wil echt heel veel meer wiet. Ik wil wiet. Kijk, want van wiet, daar worden mijn... Nu worden mijn kippetjes blij. Wel even weer nieuwe planten natuurlijk, hè. Nee! Waarom is die weg? Nee, ik heb hem geen. Nou, dat komt wel. Kijk, kippie alert. En... Kijk hoor. Koeien alert. Ja hoor. Ja hoor. En mini koe. Hey koetje. Zo. Kan ik brood maken. Oké. Dit wordt echt een beetje zo'n... Een video waarin ik lekker een beetje alles een beetje klaarmaak in mijn keldertje en zo. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Ik ga namelijk altijd op avontuur in grotten, dus misschien vind je het wel leuk om eens wat anders te zien. Hoe staat het met mijn ijzer eigenlijk?
Oh ja, dat had ik er bovenin gedaan. Grapje. Oké. Laten we er sowieso deze blokken opmaken. Dat ik een stuk of 10, 11 kisten heb voor de bij. Oké, laat ik gewoon eerst voor 10 kisten gaan. Oké, 10 kisten. En dan maar even 64 stokjes. Oh, dan maak ik hier nog even kisten van. Oh, het is er maar 1. Oh, dan maken we hier nog even stokjes van. Zo. Alrighty. Hierboven komen dus fakkels. En zooi, steen. Zo, nou dat komt wel. Oh, wat wil ik nou met dat zwaard? Ik wou die stokken. Zo. Fakkels. In elk geval heb ik er hier dan nog 50. Ik heb weer honger. Zo. Oké. Even kijken. Zo. Even kijken. Die mopstof. Hier die veren. Ik ga pijlen maken. Laten we ook even pijlen. Oh. Laten we er ook even pijlen bij maken. Zo. En dan hou ik nog 1 veertje over. Oh, ik heb nu wel echt heel veel fakkels. Laten we er nog maar even weer 64 wegdoen. Die hou ik in mijn inventaris. Die gaat daar ook heen. Die gaat hier heen. Alrighty, ik heb fakkels. Oké. Nou, dan moeten we nog even een beetje eten en zo maken. Een beetje een voorbereiding op een tocht. Want ik wil wel een beetje verder kijken dan mijn neus lang is. We hebben als het goed is straks ook ijs, dus we gaan dan ook even reserve. Kijk, mijn kippetjes. 60 gewoon, hè. 60. Bam, ik ben in 1 keer level 50. Oké. Nou, maar weer hout nodig eigenlijk voor bordjes en zo, hè. Nou ja, we gaan nog wel even hout hakken zometeen. Want het is nu donker, dus laten we even snel gaan slapen. Zo. Tralala. Ik moet een beetje nog leren hoe ik hier een spanplek van maak. Zeg maar dat ik hierop terugspan als er wat gebeurt met mij. Oh nee, dat gebeurt al. Ha. Ik ga even de kippen eten geven. En ik moet even... Zo. Allemaal kippies. Food. Kippenfood. Food. Allemaal food for you. Oh nee, ga dicht. Oh, kijk dan hoeveel eieren er ook gewoon weer gelegd zijn. Niet zuinig. Oh, niet normaal. Kijk dan. Echt 4, 5, 6 kippen erbij of zo. Maar dat zeg ik, had 4 koeien, maar ik heb nog steeds 4 koeien. Zo. We gaan hout hakken. Laten wij eens even kijken. We gaan die boom hier gewoon omhakken.
Net zo makkelijk. Jop. Ik wil dus een beetje verder kijken dan mijn neus lang is. Waar moet ik heen, jongens? Moet ik richting het zand en dan het zand gaan oversteken? Moet ik... Wordt nou, nee, het is gewoon nog niet donker. Moet ik juist de bossen ingaan? Waar moet ik heen? Zeg het maar. Ik weet het niet zo goed. In elk geval wil ik in elk geval genoeg spullen bij me hebben. Extra armor en zo wil ik hebben. Dat als ik dan doodga, ik dan zo weer een nieuw armor kan aantrekken. Ik heb nu genoeg ijzer. Dan maak ik in elk geval even één reservepaardje. Zo. Oh, deze boom is nog niet helemaal goed omgekapt. Zo. En hier even rondsnuffelen. Vet snel ook, hè? Hoe die kippen er weer waren. Echt niet normaal. Jo. Helemaal geen enge creepers of zo in de buurt. Helemaal niet, hè? Gewoon echt helemaal niet. Kom er nog niet bij. Maar... Kijk, ik heb ook een boot gemaakt. Die kan ik wel even laten zien, dat ik een boot heb gemaakt. Tenminste, dat is mijn bootje. Oh ja, daar. Hier moet hij ergens liggen. Ja, daar. Zal ik jullie mijn mooie boot laten zien? Ik ben alleen niet zo goed in bootje varen. Zien jullie? Ik kan het niet zo goed. Waar ga ik nou weer heen? Wat is de voorkant? Oké, achteruit. Rechtdoor. Jongens, dit is al een hele kunst op zich. We kunnen ook een boottocht gaan maken. Hier moeten we heen. Oh. Het is maar goed dat die boot niet heel snel stuk gaat. Kijk hoe snel ik kan. Vet tof toch? Kijk, een bunny aan het zwemmen. Oh, achteruit. We kunnen niet verder. Dan doen we het wel even zo. Duurt mij te lang. Hey, bunny. Kom je in mijn boot? Kom maar in mijn boot. Kom maar in mijn boot. Vast niet. Bunnetje, kijk mij wel steeds aan. Maar ik kom niet in mijn boot. Ik zit weer vast. Ik snap er weer helemaal niks van. Oké. Okay. Oh, dit is de voorkant. Zo ja. Help. Oeh, hier ben ik nog niet geweest met mijn boot. Of houd het hier op? Houd het hier op? Ik ben een beetje bang voor van wel. Dat dit het is. Ja. Hier eindigt mijn bootavontuur. Even kijken waar ik ben beland. Hier bij al schapen. Niet echt heel bijzonder nog. In elk geval even wat fakkels gaan plaatsen. Want mocht het nu in één keer donker worden. Dan weet ik in elk geval. Splash sheep! Echt een zwarte schaap. Maar dan weet ik in elk geval de weg terug. Haha. Hier zijn black sheep. Oei, en het wordt al donker. Oei, oei, oei. De oceaan, jongens. Ik heb de oceaan gevonden. Wauw. Oké. De oceaan heb ik gevonden.
Nice to know. Laten wij eens even kijken wat er nog meer te beleven valt hier. Ik denk niet zoveel. Hey, koeien. Hey, koeien, hallo. Hop. Het wordt al donker, dus we moeten weer een beetje teruggaan. Terug en op de boot. Waar heb ik hem aangemeerd? Hier ergens. Dacht ik. Toch? Jongens, ik had mijn boot hier toch aangemeerd? Ja, hierachter. Run, run. Hé, hey, we moeten achteruit varen. Kijk dan. Ik zie ook verder helemaal niks. Oh, hier meteen. Ja, ja, ja. Oh, nee, het ging zo goed. Het ging zo goed. Nou, dan doen we het zo. In. Schuren. Oh, cool, jongens, dit bootje vrij. Hé, hey, daar zijn de bunnies weer. Ik vind het echt cool, bootje varen. Oh. Kijk hoe snel we dan ook gaan, hè? Dat is zo mooi. Je gaat echt super snel. Dat is echt nice. Oké, we gaan nog even suikerriet meenemen. We zijn er toch. Oh, achteruit. Oh, ik wil dingen op. Nee! Wat doe je nou? Ik kan echt niet een boot besturen. Ik ga wel uit die boot. Ja. Ik wil dat suikerriet daar ook. Suikerriet in overvloed. Ik weet niet waar het goed voor is. Maar we hebben het misschien vast wel nodig. Zo. Waar is mijn boot? We gaan weer terug in de boot. Even kijken. Waar heb ik hem nou gelaten dan? Oh ja, daar. Bommetje. Oké. Achteruit. Oeh, het wordt echt wel donker. We moeten echt opschieten. Echt jammer trouwens, hè, dat ik die chest per ongeluk heb laten ontploffen. Whoops. Zo'n Minecraft noob ben ik dan ook nog wel weer. Kijk, we kunnen mijn boot veel dichter bij onze huis parkeren. Hier. Een hele mooie lichtplaats voor onze boot. We planten hier nog even zo. Shift eruit. Oké, in de volgende video, jongens, dan gaan we op avontuur, ja? Dan gaan we op avontuur. Dan gaan we de hort op. Dan gaan we kijken wat er nog meer hier in deze wereld te vinden valt. Ik ben namelijk wel echt heel benieuwd. Vet veel worteltjes. Lekker. Kunnen we ook worteltjes daar maken? 17 wortels. Zo. Gewoon naar binnen, want het wordt donker. Ik heb suikerriet. En ik heb die. Zo, even die aanvullen. Oké. Daarmee ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. De volgende aflevering gaan we op reis. Ik wil een beetje meer van de wereld ontdekken. Ik heb het hier wel een beetje gezien in de grotten. Dus we gaan op zoek naar iets nieuws. Misschien nog niet zo heel ver. Maar we gaan wel de wereld ontkennen. Hey, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. Doei doeg!